Yo mensen, ik in deze video. Mijn naam is Wesley van Westboy 1999. Met vandaag weer de Westpraat na aflevering. Ik denk of jullie zien dit maandag of jullie zien toch dezelfde dag. Dat weet ik niet. Maar we gaan napraten over de wedstrijd Utrecht Feyenoord die 1-1 is geëindigd. Uh, zondag heel lang. Doe het maken van de Oud Feyenoord, Jens Torsta, die Utrecht op 1-0 zetten. Daarna ja ging het gelijkwaardig op. Het was wel een hele spannende wedstrijd om te kijken. Pas in de laatste minuten van de tweede helft scoorde Jan Max tegelijk maken. Heel wat kansen gehad, ook heel wat blessures gehad. Uh, Pak Xiao is weer geblesseerd uitgegaan. Bij Utrecht een paar mensen met een bloed, uh, bloedneus, een een bloedneus. Zag ik in de rust. Uh, de vinger van Dost, die was uh, aan het bloeden. Bij Feyenoord qua blessures. Ja, Timber dus, die uh, sowieso er niet bij was. Maar we hadden Trouwde niet, waardoor Geert achterin kwam te staan. Uh, het middenveld kwam te staan en Rasmussen achterin kwam te staan. Lopez, die uh, dus ook speelde. Die trouwens ook gewisseld werd in de tweede helft. Ja, -Baks die erin kwam. Wiever kwam erin. En de, de andere was Jiménez, drie wissels dus. En uh, ja, Jiménez nog met zijn doelpunt, maar ja, dat was dadelijk toch buitenspel. En dat is toch wel jammer, hadden we nog twee kunnen winnen ook van terecht Maar ja, het is 1-1 geëindigd en we gaan nu met een goed gevoel hopelijk... Naar de de een bekerwedstrijd volgens mij, ik, me, heb ik, gehoord. ik heb de andere telefoon niet bij me, ik kan het niet controleren. Maar de volgende wedstrijd is volgens mij een bekerwedstrijd Feyenoord tegen Zwolle. Altijd goed uit mijn hoofd, ik weet het niet helemaal 100% zeker. Maar dan moeten we gewoon zien te winnen natuurlijk. Maar ja, dat is de volgende wedstrijd dus. Um, dit is dus de wedstrijd na aflevering voor nu. Um, ja, je weet het, ik heb redenen, de video is niet zo lang. Ik praat gewoon na hoe de wedstrijd ging, nou het ging redelijk op zich. Maar goed, bedankt voor het kijken naar deze wedstrijd na aflevering. Er komt deze week weer twee queer modes aan. En de Feyenoord career mode en de FC Volendam queer modes zijn allebei klaar om geüpload te worden. Alleen moeten ze nog even ingesproken worden. En dan gaat het in de loop van de weken ga je het wel op dit kanaal zien. Bedankt voor het kijken en later!